cijfer geven. Weer een 11. Welkom weer. Alweer de vierde vlog. De eerste was een crispy chicken burger. De tweede de Hollandse gehaktbal. De derde, weet jij dat nog niet zien? De Mexicano. De Mexicano. En nu gaan we de cheese nuggets maken. Nuggets van kaas. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daar twee plakken. Oude kaas voor nodig. Vier plakken jong belegen. En acht plakken cheddar kaas. We hebben peper nodig. Als je peper haalt, let wel op dat je niet de hele pittige gaat halen. Want als je de pittige gaat halen en je hebt jonge broertjes en je kan er zelf niet tegen, dan ga je gewoon kapot. Dat is gewoon niet leuk. Dus gebruik de milde. En het liefst kunnen jullie helemaal niet tegen pittig, kun je gewoon paprika dun snijden en of helemaal niks gebruiken. Wij houden een beetje van pittig, vandaar dat we dit doen. Je hebt nodig bloem. Sommigen noemen het meel. Ik vind het allemaal prima. Ei hebben we nodig. En paneermeel. Je hebt twee verschillende. Je hebt de gekruiden en je hebt de naturel. Ik heb ze een beetje gemixt. De meerderheid naturel. En wat gekruiden erbij. Een beetje voor de smaak. We hebben kokend water nodig. En een grote schaal. Kan van ijzer zijn. Kan van glas zijn. In ieder geval straks gaan we daarmee verder. We gaan nu aan de slag. Water zit in de pan. Nu doen we de schaal erop. Gaan de kaas erin gooien. Oude kaas. En cheddar kaas. De bedoeling is dat het nu gaat smelten. Je kan het ook direct in de pan doen. Want dan word je moeder niet blij van. De peper ingegooid. De groene en de rode. De kaas begint aardig te smelten. In principe is hij nou goed. Hier ligt de folie klaar en de gesmolten kaas ga je in de folie scheppen. Je wikkelt de folie strak eroverheen. Dan gaat hij nu ongeveer een half uur de vriezer in. Dan gaan we hem nu in stukken hakken. En zo doen we het bij elke stuk. In de meel, in de ei, paneermeel en dan drie keer. En dan heb je hem op het bordje om straks in de friteur te gooien. Als je alle handelingen hebt gedaan, dan zijn ze klaar om gefrituurd te worden. Olie heb ik al warm gemaakt. Het is een kwestie van één voor één rustig erin gooien. Ongeveer 3-5 minuten. Die ze eruit halen. Je ziet hoe mooi ze zijn. Ze zijn niet uit elkaar geknapt. Ik leg ze op het bordje. Dat ik de volgende weer erin kan doen. Het moment is aangebroken. Zoals jullie zien, deze zijn goed gelukt. Een paar zijn niet goed gelukt, moet ik eerlijk toegeven. Deze zijn goed gelukt. Ik ga ze openbreken om te kijken hoe het binnen eruit ziet. Mm.
Nou, en nou kijken of die echt smaakt. Zometeen gaat Nesim ook proberen. Want als ik zeg dat hij lekker is en Nesim zegt dat hij niet lekker is, dan hebben jullie een beeld. Is allebei lekker. Dan weten jullie dat jullie hem gewoon moeten maken. Bismillah. Nesim aan de beurt. Ik ben benieuwd, Nesim. Lekker. Moet je hem maken? Tuurlijk. Jullie horen het van Nesim. Maken. Vooral tijdens deze tijden. Jullie hebben bezigheid. Je gaat je niet vervelen. Je helpt je moeder. Allemaal hapjes op tafel. Ik zou zeggen... Eet... Eet smakelijk, goed zo. Maken. Zoals gewoonlijk, het zit er weer in. Het heeft echt lekker gesmaakt. Nesim en ik hebben genoten. We hebben nog wat over. We gaan zo meteen even op straat kijken of we iemand blij kunnen maken. Mijn standaard woorden: zorg goed voor jullie moeders, voor jullie vaders, voor jullie broertjes, jullie zusjes. Iedereen die jullie lief hebben, stay safe en tot de volgende.